vandaag een keer een filmpje met bril. Ik heb het filmpje al 5 keer gedaan en nu neem ik het voor de 6e keer opnieuw op. Dus ik heb ondertussen echt knallende koppijn gekregen. We blijven lachen, maar knallende koppijn. Goed, ik ga vandaag voor jullie de Nintendo 3DS reviewen. Hij is vandaag uitgekomen en ik heb hem al een dagje. Ik heb er wel lekker mee gegamed en vandaag laat ik jullie weten wat ik er nou van vind. Goed, de Nintendo 3DS. Hij komt in deze doos met 20 verschillende gebruiksaanwijzingen. Het is echt een ontzettend zware doos. De Nintendo zelf is niet zo zwaar. Hij is ook echt wel mooi, vind ik. Hij is er in het blauw en in het zwart. Ik vind zelf de blauwe versie... Ho, op de kop, op de kop, op de kop. Ik vind zelf de blauwe versie het mooist. En ja, best wel strak design heeft hij. Hij lijkt op de voorgaande Nintendo's. Alleen deze is dus 3D. Nou, heel erg vet. Je hebt natuurlijk hier de 2 schermpjes, touchscreen en dit is het 3D schermpje. Nou, werkt het? Ik weet nu dat jij naar het gezicht, naar dit beeld kijkt en denkt, ik zie geen 3D. Nou, dat klopt. Je ziet het zelf niet. Niet via de computer of via de televisie. Je moet er recht naar kijken en dan zie je 3D. Niet via een ander scherm. Dus ik zie nu 3D. Want ja, het werkt echt. Er zit echt 3D in. Het is echt heel erg vet. Nou, dat 3D dus, dat werkt. Zonder bril, je kunt gewoon 3D gamen. Er zitten al een paar leuke dingetjes in, zoals Mi, wat hetzelfde is. Je kan er muziek mee luisteren, je kan 3D foto's maken. Ik heb iets aangetikt. Je kan er 3D foto's mee maken. Dat 3D werkt natuurlijk, als je dat uitprint die foto, dan is het 3D niet meer. Het is alleen maar op het scherm. Er zit ook een leuk spel zoals dit in, gezichtenjacht. Dit is mijn broertje. Je moet een foto van iemand maken en die verschijnt in een soort helikopter die je dan moet neerschieten. Dat is een leuk extraatje al. Als je nog geen spelletje ervoor kunt kopen. Want ja, hij is €250. Ik kan me voorstellen dat je geld dan al een beetje op is. Er zitten dus al een paar leuke extraatjes in. Ook de AR games. En dat is dit, het vraagteken. Er zitten kaartjes bij. Die moet je achter de camera houden. En vervolgens begint er een spel met die kaarten. Ze springen uit het scherm en ze ontploffen. En er komen beesten uit. En dat is gewoon ook echt een hele vette extra. Ja, het 3D effect, het is wel vermoeiend na een half uur 3D gamen. Moet je wel een pauze nemen, maar je kunt hem gelukkig ook met deze schuifknop uitzetten. Ja, test het in de winkel. Test het in de winkel, je kunt zien dat het echt 3D is. Maar je kunt ook even testen of je er misselijk van wordt, of je er hoofdpijn van krijgt. Ja, hoe je het ervaart. Ik zelf krijg geen hoofdpijn van, vooral niet als ik een bril op heb, dus dat scheelt. En nou, ook leuk, er zit een stappenteller in. Als je hem meeneemt, dan telt de Nintendo hoeveel stappen je hebt gezet. En natuurlijk dus de Mii's die met elkaar kunnen vechten als ze elkaar onderweg tegenkomen. Nou, per game verschilt het wel een beetje hoe goed het 3D effect is. Ik heb zelf Street Fighter 4. Ik ben gek op vechtspellen met veel geweld. Dus ik heb Street Fighter 4. En dat spel vind ik er wel echt heel cool in. Er zit echt veel diepte in. En ja, het is sowieso van mooie kwaliteit en dus met 3D. Ja, dit is wel echt sowieso een heel leuk spel en het ziet er echt heel mooi uit. Nou, nadeeltje hier wel aan is de prijs als eerste, want die is €250 en dat is zeker niet niks. En dat hij wel echt veel stroom vreet, maar je kan er echt heel veel mee. Leuk voor onderweg, in de trein, in de bus, in de auto, in bed 's avonds. Ik denk dat het gewoon echt, als je een gamefreak bent, dat dit echt wel iets is wat je wilt hebben. Het is natuurlijk ook nog eens zo dat de oude spellen van je vorige Nintendo's hier ook opgespeeld kunnen worden. Niet in 3D, maar wel gewoon erop gespeeld. Dus dat is ook wel heel, heel chill, vind ik. En verder, ja, hier touchscreen, hiernaast dan nog de knoppen. Dit is ook een hele fijne cursor die heen en weer beweegt. En verder heb ik er niet veel over te zeggen. Als je nog meer informatie erover wil weten, bijvoorbeeld wat hier nog meer allemaal kan, kijk even op de website van Nintendo. Als je nog vragen over hebt, die zullen er geheid zijn, want hij kan echt heel veel. Maar ik wil er geen te lange video van maken. Dus als je er nog vragen over hebt, stel ze gerust. En ja, test het vooral even in de winkel. En het 3D effect werkt echt, ook als je één oog dicht doet. Ik las op sommige fora van... Het werkt niet als je een oog dicht doet. Het werkt ook als je één oog dicht doet. Dus dat is ook bullshit. Je moet wel recht voor zitten. Niet van de zijkant of iets dergelijks. Maar ja, het werkt zeker. Dus nou, vanaf vandaag te koop. Vrijdag 25 maart 2011. Nintendo 3DS voor €250.